Bepi Kraf, onlangs 74 jaar geworden, zingt al sinds haar 11e levensjaar. En dat betekent dat ze intussen zo'n 400 liedjes in hun repertoire heeft. Liedjes die door anderen worden geschreven en waarvan een goed aantal gebaseerd is op bestaande melodieën. In deze miniserie legt Bepi zelf uit wie zo'n nummer uiteindelijk een echt Bepi-liedje wordt. In de hemel is ook een paard verhaal. Ik woon met Pierre in Guardemar de Segura, boven in de buurt woonde. We waren op het strand geweest en gingen verschillend eten in de stadje zelf. En er kwamen, en nu ben ik de naam kwijt, de jongens met die gitaar, de Tuna. De Tuna's kwamen binnen. En ja, die gingen dan muziek maken, want ook op het voor niks was een geweldige stemming. En die speelden dat liedje. En ik weet dat ik toen dacht, ja, dit is fantastisch, de fantastische melodie. En mijn zusje, die Spaans lerares is, die heb ik toen gebeld, heb ik gezegd, weet zich wat dat is. Ze zei, ja, maar dat weet zich ook, want dat heb ze al met André Rieu opgenomen. Dat is Clavelitos. Dus ik had het niet herkend direct, als van, dat heb ik al een keer met Malmsteen opgenomen. En ja, dus ik heb gezegd, dat ga ik zingen, dat vind ik erg schoon. Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón. Yo te trae clavelito, colorado, igual que un pintor. Maar dan moest er nog een schoenen tekst hebben. En ik weet dat van de hoes rijden en tot Pierre toen zag, ik weet dat, in ieder geval, moet over moet gewoon. En die zong toen, in den hemel, in den hemel. Nou, heb ik, de dag daarna heb ik Ben Erkens gebeld en gezegd, pak je dat liedje en maak toch het van met In de Niemel. Nou, met het resultaat, Ben Erkens heeft dus de dialecttekst geschreven op Clavelitos. Dat is ook een traditional, dat is ook geen maker meer van bekend, maar dat is, ja, oude volksmelodie, wat zich altijd opnieuw weer bewezen.